Hi, mijn naam is Boris, je kijkt naar Life Hunters. Iedereen doet altijd zo high class over kunst. Hier achter mij in het Moderne Kunstmuseum in Arnhem hangt voor 10 miljoen aan kunst. Wij gaan dit schilderij uit de street art collectie van IKEA ertussen hangen. Want zouden mensen nou het verschil zien tussen een schilderij van pak een beetje 10 euro en een high class kunstwerk uit het museum? Tijd voor de test. Dit is natuurlijk van een groot Zweedse kunstenaar, Ike Andrews. Van Ike Andrews. Ike Andrews. Heeft u daar wel eens van gehoord? De naam komt me heel vaak bekend voor. Ja. Wat doet het met u als eerst meteen? Ja, je wil even bekijken wat het nou eigenlijk precies allemaal voorstelt. Ja, het ziet er interessant uit. Het is modern, het is shocking. De geconstrueerdheid van dingen op elkaar, in elkaar. Details. Details. Zie ik wel dat het... Duidelijk gaat om het symbolisme erachter. Zo'n aardolie-ding doet het me aan denken, zo'n ja-knikkerachtig iets. Ja. Met toch nostalgische attributen allemaal erin verwerkt. Exact. Dit is een verbeelding van zijn chaos in zijn geest. Het is vooral een heel erg mooie geest van een kunstenaar die zijn emotie kwijt kan. Ja. Je moet toch zien hoe zo'n walvis daar door die machine wordt opgepakt. Oervorm, een oerhutje. Ergens in Afrika of zo. Hier zit een huisje. Ja. Ik zie nu bijvoorbeeld weer dat er huisjes in de mechanie zitten. Allemachtig, het is niet te geloven. Ja, dat is het knappe ook van Ike. Die heeft heel erg oog voor detail. Dit is ooit voor zijn nieuwe collectie. Is hij hiermee begonnen. Het zijn wellicht doeken die u misschien kent. Ja, die wel. Ja. Ja, dat zijn hele populaire kunstwerken geworden. Ike Andrews is groot geworden door de Ektorp, de Noorden. Dalskar, Ektorp, Noorden en heeft u een idee wat de waarde hiervan zou kunnen zijn? Geen idee. Maar dan schat ik deze op zo'n, dan zeg ik dikke 1000. Dit koop je niet bij de expo, snap je? Nee, exact. Ja. Exact. 200.000 euro's, 666.000. Als je dit voor 2,5 miljoen zou kunnen kopen, zou ik het doen. Als het meer is, dan zou ik afhaken. Ja. Het leuke aan dit doek is... dat het van IKEA is. Het is van IKEA. Meen je? Ja.